De taak van de brede politie is om te beginnen ceremonieel. Dus je ziet ons ook in september bij Prinsjesdag in de pelotons. Daarna is het de ME. Dan zijn wij altijd in groepen van 6 paarden of 8 paarden of een veelvoud daarvan. Verder zie je ons bij horeca, evenementen en verlenen wij ondersteuning aan de collega's op straat. Wij staan altijd voorop. Dat vereist ook wel dat je in elk geval best stressbestendig moet zijn. Het is de eerste keer niet dat er een boomstam voorbij komt of een steen of een stuk stoeptegel. Dus er wordt wel van je verwacht dat je toch een beetje rust in je lijf hebt. We hebben op dit moment nog zo'n 10 stallen in Nederland. En dat worden er 5. He, dus Eindhoven en Bokstel die gaan samen. Toch om effectiever te kunnen werken. Dus voor heel Brabant, heel Zuid-Nederland, hebben we dan ongeveer 20 paarden. Heel Nederland heeft er ongeveer 160. En daarmee kunnen we heel Nederland voorzien van ondersteuning. Nou, ik word nu aangevallen door hem. In het verleden is een keertje een collega behoorlijk in het nauw gekomen. Die kon niet bij zijn hond komen omdat hij buiten het voertuig aangevallen werd. Vanaf dat moment zijn ze gaan ontwikkelen, een beveiligingssysteem. Als we het kastje activeren, gaat automatisch het hondenluik open. Dan gaat automatisch een van de portierramen open en komt de hond tegelijkertijd te hulp. Blijf staan, meneer. Ah, thuis! Halt! Ik ben veilig. De dag is onder controle. En we kunnen verder met ons werk. Wij lopen allemaal met surveillance honden. Die kunnen heel breed ingezet worden. Dat gaat van ongeregeldheden tot inbraakalarmen, tot mensen op afstand houden bij, als ze opdringerig zijn. Het is heel divers. Wij werken over het algemeen 's avonds en 's nachts. Overdag zijn ze gewoon 24 uur per dag is er een hond in de regio aanwezig. Maar onze diensten zijn gewoon specifiek op de avond en de nacht. En dan voetbalwedstrijden, horeca en dat soort dingen. In de hele regio Oost-Brabant werken we met 34 man op de nieuwe hondenbrigade Oost-Brabant. Ik denk dat het altijd goed is om je eigen naar buiten te laten zien wat je kan, wat je in huis hebt. En ook, je hebt vaak dat mensen een negatief beeld hebben van de politie. Niet altijd terecht, of eigenlijk niet terecht, maar zo kan je ook wat laten zien wat de mensen nog meer in huis, de politie nog meer in huis hebben. Want het is meer dan alleen maar bonnetjes schrijven. De werk doe ik hobbymatig vanaf mijn 14e. Dan zit ik nu ondertussen een kleine 28 jaar. Hoe vaak ben je al gebeten? Ja, je hebt nu gezien dat ik hier deze ochtend al een keer of 6-7 gebeten ben. Per hond, dus dat is al 15. Een dag of 3-4 gemiddeld in de week. Kort samen te vatten, duizenden en duizenden keer om het rekensommetje niet te groot te maken. Worden de paarden en de honden ook vaak gelijktijdig ingezet bij acties? Ja, we hebben met voetballen bijvoorbeeld afgelopen Koninginnedag hebben we weer met de paarden samengewerkt. Voetbalwedstrijden in de horeca vrij regelmatig. Grote evenementen zoals pas geleden hebben we Sheffield Sunday gehad. Waren en de paarden en de honden aanwezig. Wij werken veel samen, wij trainen ook veel samen. Je kunt met een paar mensen, dus hond, paard, en kun je heel makkelijk een pleintje schoonvegen. Heel effectief. Daarom trainen we ook.